Terug van weg geweest, de Tilburgse Muurkrant. Vanaf vandaag hangen ze er weer. In de jaren 70 en 80 werd deze krant bekend door zijn extreem linkse posters die de binnenstad versierden. We waren mensen die vooral tegen een heleboel dingen waren. In de jaren 70 tot en met 90 hingen de muurkranten in verschillende steden in Nederland, waaronder Tilburg. Actiecultuur leefde in die tijd. Protestmarsen, anti-kernbewapening en krakers. Regionaal Archief Tilburg bewaart veel van dit materiaal, waaronder de muurkranten. Muurkranten? Ja. We wonnen er een verkiezing mee in 2016. Stuk van het jaar. En dat leverde veel mooie verhalen op. Omdat we zo enthousiast zijn over de muurkranten en de actiecultuur, houden we op 15 juni een symposium. Met medewerking van Loesje. Die van de posters? Inderdaad. Je kunt een actiewandeling volgen. Er zijn workshops om zelf een Loesje-poster te maken. De oprichter van Loesje komt een verhaal te vertellen. Verder zijn er lezingen van Frans Godfroy, Jeff Nijkes, Dennis Bos en Corina van Steenhoven. Geen censuur op de muur. Symposium in Regionaal Archief Tilburg op 15 juni. Komt alle, geef je op